Focus hier, en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinbase. In de afgelopen video gaf ik het al aan dat het onderwerp van deze video gaat zijn. We gaan het namelijk hebben over de Bitcoin halving, want het zit er natuurlijk aan te komen. En in deze video ga ik daar de impact van bespreken. Dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de Bitcoin weekly chart en we zoomen helemaal uit, dan zie je de vorige drie Bitcoin halvings ingetekend. En dat is natuurlijk nu alweer een tijdje geleden, want onder zoveel tijd vindt er natuurlijk zo'n Bitcoin halving plaats. De eerste vond plaats op 26 november 2012 en de impact daarvan was echt gigantisch. Want als je kijkt van wat was daadwerkelijk de stijging van dit punt tot de lokale top van die cycle, dan heb je het over een stijging van meer dan 9000% in een jaar tijd. Dat is natuurlijk echt absurd. Ik ga ook Helemaal niet het idee schetsen dat dit soort stijgingen door een nieuwe bitcoin halving mogelijk zijn. Dit is echt iets wat vooral in het verleden heeft plaatsgevonden. Maar vooral het patroon ben ik wel inderdaad bespreken in deze video. En dat is gewoon heel erg duidelijk. Sinds een bitcoin halving, en we hebben er tot nu toe drie meegemaakt, heeft een behoorlijke stijging plaatsgevonden. Want als we ook bijvoorbeeld kijken naar de volgende bitcoin halving, en dat vond plaats op 4 juli 2016, en we trekken vervolgens door tot de top van bijna 20.000 dollar aan het eind. Van 2017, dan zie je in ongeveer anderhalf jaar een stijging van zo'n 2800 procent. Dat is natuurlijk ook echt gigantisch. Maar dan zie je dus wel een behoorlijk verschil met het percentage van de eerste bitcoin halving. En als we vervolgens inderdaad de laatste bitcoin halving erbij pakken, kans is aanwezig dat je die hebt meegemaakt. Die vond plaats op 11 mei 2020, net na de coronacrash. En we trekken hem door tot de all-time high van 69.000 dollar. Dan hebben we het over een stijging van meer dan 600 procent. Natuurlijk is dat nog steeds. Fantastisch, want als je nu een stijging meemaakt van 600%, zal je daar direct voor tekenen. Dat zal voor een gigantisch bedrag zorgen. Maar de percentages nemen wel af. En het heeft ermee te maken dat Bitcoin steeds volwassener begint te worden. Kijk, in het begin, bijvoorbeeld in november 2012, had je het over een hele kleine asset. Dus dan is het heel erg makkelijk als je veel kapitaal er tegenaan gooit om bijvoorbeeld 9% te stijgen. Maar als we kijken naar de laatste jaren, is Bitcoin natuurlijk steeds volwassener geworden. Er zit steeds meer kapitaal. In de bitcoinmarkt, nu met een ETF, zie je ook dat grote vermogensbeheerders en pensioenfondsen inderdaad in staat zijn om te investeren, maar hiervoor zie je natuurlijk ook al dat de MicroStrategy heeft natuurlijk heel veel geïnvesteerd, El Salvador, een land dus, heeft zelfs geïnvesteerd, dus je ziet steeds dat het volwassener begint te worden. En zijn dat soort absurde stijgingen simpelweg niet meer mogelijk? Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de volgende bitcoinhalving, die waarschijnlijk zo plaats zal vinden in april, geen impact gaat hebben. Voordat ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmuse voor mijn bitcoin en altcoins, en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving, want als je reageert via de link en je plaatst een order van minimaal 100 euro, krijg je 10 euro aan gratis bitcoin, dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk, dus in de beschrijving staat zo'n linkje, Reageer, via het linkje, maak je gebruik van de actie, daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking, kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we dan hebben over de volgende bitcoin halving. Op dit moment is de verwachting dat het zal plaatsvinden in 79 dagen. Maar eigenlijk, als je de dag erna checkt, is het bijvoorbeeld weer 81 of 77. Maar we kunnen ongeveer in april de volgende bitcoin halving verwachten. En wat gaat daar dan de, de impact van zijn? Want we willen natuurlijk allemaal, net zoals de vorige drie bitcoin halvings, dat vervolgens bitcoin behoorlijk stijgt. En het is natuurlijk zo dat we behaalde resultaten uit het verleden nooit een garantie bieden voor de toekomst. Maar het patroon is natuurlijk wel heel interessant. Maar wat we wel vooral zien is dat een Bitcoin halving niet een directe impact heeft. Als we teruggaan naar 2012 is dat eigenlijk wel het geval, maar dat was wel nog in een situatie dat Bitcoin helemaal niet bekend was en ja, dit soort stijgingen, dat zie je toen bijvoorbeeld ook nog wel eens plaatsvinden met altcoins die in een keer vanuit het niets opkomen. Maar als we bijvoorbeeld gewoon kijken naar de vorige Bitcoin halving, die vond natuurlijk plaats in mei 2020 en dat was een beetje op de, laten we zeggen, 9 à 10.000 dollar. En we gaan vervolgens door tot dit level en dat dat is namelijk de 11.500. Dat is in oktober. Dus dan zie je inderdaad al dat er wat behoorlijk wat maanden tussen zitten. Voordat er daadwerkelijk een stijging heeft plaatsgevonden. Natuurlijk, die stijging was er nog steeds. Maar op dat moment zag je dat er heel veel Bitcoin-bezitters waren. Die denken: Oké, okay, bitcoinhalving heeft plaatsgevonden. Nu gaan we in één rechte lijn omhoog. Maar vervolgens zie je dus van mei. Tot oktober dat er niet heel veel heeft plaatsgevonden. In het begin was er zelfs sprake nog van iets van verkoopdruk. En dat heeft er dus mee te maken dat er best wel wat hype in de markt zat. Dus op dat moment zag je dat gewoon heel veel bitcoinbezitters... een beetje hetzelfde reageerden als wat we nu hebben gezien met de bitcoin-ETF-goedkeuring. Er wordt verwacht dat er direct een impact zichtbaar is. En dat je direct 20, 30, 40, misschien wel 50% rendement kan pakken in een week, misschien twee weken tijd. Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Want de impact van een bitcoin. Halfing, en eigenlijk ook met een ETF merk je vooral over de komende paar maanden. Want de impact van een Bitcoin halving spreekt natuurlijk een beetje voor zich. De miners krijgen nog maar de helft van de beloning. Wat inhoudt dat er minder Bitcoin in omloop komt. Maar als het netwerk de miners voor een dag of twee dagen de beloning zal halveren, heeft dat natuurlijk geen enkele impact. Dit is vooral interessant over de komende paar maanden en misschien komende jaar tot twee jaar. Dus je hebt inderdaad wel geduld nodig. Dat zagen we namelijk ook in 2016. De Bitcoin halving vond plaats. Plaats. Inderdaad, op uh, juli 2016. En als je inderdaad kijkt naar de chart, en we gaan helemaal nou bijvoorbeeld naar dit punt, bijvoorbeeld oktober 2016, dat is natuurlijk weer een paar maanden later. Op dat moment stond het nog lager voordat de bitcoin halving heeft plaatsgevonden. Vervolgens zie je natuurlijk wel een gigantische stijging. Want tijdens deze verkoopdruk hebben heel veel bitcoin bezitters de bitcoin bijvoorbeeld verkocht en gedacht: van, Oh, die bitcoin halving het heeft geen impact. Op een bepaald moment is die verkoopdruk voorbij. De mensen die wilden verkopen hebben inmiddels verkocht, en dan kan de stijging plaatsvinden. Dus de Bitcoin halving gaat gewoon heel erg belangrijk zijn. Dat hebben we natuurlijk in het verleden meerdere keren gezien. Het is ook een heel belangrijk onderdeel van het Bitcoin netwerk. Het is natuurlijk zo dat er maar 21 miljoen Bitcoin in omloop zal zijn. We komen langzaam en zeker in de buurt van de max. Als je kijkt naar de afgelopen paar jaar is natuurlijk het overgrote deel van Bitcoin wat ooit op de markt terecht komt, is al gemined. Dus er is nog maar een klein percentage over. Dat zal nog wel echt ongeveer 80 tot 100 jaar duren voordat daadwerkelijk de laatste Bitcoin is gemined. Maar het is dus wel heel erg duidelijk dat er nu heel weinig bitcoin op de markt terechtkomt en dat zal dus van april nog een keertje gehalveerd worden. En dan moet je dus hopen op een situatie dat de vraag zal stijgen omdat we op een bepaald moment in een bull market terechtkomen zoals we ook hebben gezien in 2017, maar bijvoorbeeld natuurlijk ook in 2020 en 2021. Als er zo'n situatie ontstaat, dus dat er steeds meer vraag is dan aanbod en het aanbod wordt gehalveerd door een bitcoinhalving, heel veel bitcoin verdwijnt al richting de grote vermogensbeheerder door de goed keuring vanuit de SEC voor zo'n Bitcoin spot ETF, ja dan kan het natuurlijk heel erg snel gaan. Maar daar is dus wel geduld voor nodig. Dus nu het idee hebben dat een Bitcoin halving ervoor gaat zorgen dat je binnen drie weken je geld kan verdubbelen, is denk ik heel onrealistisch. Het is vooral belangrijk voor de komende paar maanden en ook 2025 en 2026. Dus ik denk dat je eigenlijk de verwachtingen van een Bitcoin halving moet temperen, dat je eigenlijk ook moest noemen met een Bitcoin spot ETF. Het is heel erg belangrijk en het gaat ook een impact hebben maar er gaat gewoon behoorlijk wat tijd overheen. Dus ik verwacht eigenlijk in aanloop van een Bitcoin-halving dat er misschien iets van rendement kan plaatsvinden. Want mensen anticiperen toch weer op zo'n Bitcoin-halving. Ook al hebben we in het verleden gezien dat het rendement vooral zal plaatsvinden in het jaar erop zo'n beetje. Maar toch zie je altijd dat mensen denken, wacht, een Bitcoin-halving gaat plaatsvinden. Hopelijk gaat het stijgen. Laat ik inderdaad instappen. We zagen het ook in aanloop van het definitieve antwoord vanuit de SSC. Op dat moment zag je dat heel veel uh, investeerders. Is denken ik moet nu Bitcoin bezitten voordat het te laat is. Dat zal misschien ook wel kunnen plaatsvinden met de volgende Bitcoin halving. Ik denk niet dat de stijging te vergelijken is in aanloop met een Bitcoin spot ETF, want een Bitcoin spot ETF heeft natuurlijk nog nooit plaatsgevonden, dus de impact daarvan was heel moeilijk te voorspellen. Terwijl we natuurlijk hebben we gezien met de vorige twee Bitcoin halvings dat er eigenlijk niet zo heel veel heeft plaatsgevonden sinds de Bitcoin halving, want je zag namelijk in 2020 dat er eigenlijk niet zo heel veel spannends gebeurde. In 2016 was er zelfs verkoop Druk. Dus je ziet dat heel veel mogelijke investeerders toch even terugkijken en zien de impact en denken, nou, niet zo heel veel interesse. Dus voor Bitcoin zelf en ook de koers voor de komende twee jaar is het heel erg belangrijk dat die Bitcoin halving zal plaatsvinden. En dat gaat natuurlijk gewoon plaatsvinden, daar kan je simpelweg gewoon niet omheen. Maar als je kijkt naar de impact na de Bitcoin halving en dan bijvoorbeeld in de komende twee tot drie maanden na de Bitcoin halving, verwacht ik dat het minimaal zal zijn. En als we al een stijging plaatsvinden, zal het me verbazen als het puur te maken heeft met de Bitcoin halving. Want iedereen weet wat het inhoudt. Wat de impact daarvan is geweest op de korte termijn. In de afgelopen twee cycles, bijvoorbeeld. Dus hele grote verrassingen. Ik denk niet dat het echt zal plaatsvinden. Dus alsnog is het belangrijk. Als we kijken naar de eerste vier maanden van 2024. Is er een Bitcoin Spot ETF aanvraag goedgekeurd. En dat is in mijn optiek het allerbelangrijkste wat ooit heeft plaatsgevonden voor Bitcoin. En een Bitcoin halving komt daar ook nog eens bovenop. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich gaat uitspelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het einde van 2024. Of de eerste zes maanden van 2025. Voor nu we wel het einde van deze aflevering van Crypto Deze Week in samenwerking met Coimers. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later!